Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus: veiligheidsinstituten gaan orde in Zuidoost-Suriname herstellen, Suriname en China trekken bilaterale betrekkingen naar hoger niveau, regering start pilotproject in huren landmeters, sluiting scholen geen besluit van hogerhand, uitbetaling AOV Sipaliwini verloopt voorspoedig en blinden en slechtzienden geïnformeerd over duurzame ontwikkelingsdoelen. Hier een regeringsverklaring. Heden, vrijdag 29 november 2019, is de krijgsraad voortgegaan met het jarenlang voortdurend 8 december proces. Er is vonnis gewezen in verschillende zaken. De regering van de Republiek Suriname heeft kennis genomen van de ontwikkelingen en roept de gemeenschap op om de rust te bewaren. De democratie blijft immers hoog in het vaandel. De Surinaamse regering heeft de veiligheidsinstituten, in deze het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname, in stelling gebracht om de orde in Zuidoost-Suriname te herstellen. In een gisteren uitgegeven verklaring zegt de regering dat het achterland al geruime tijd wordt geteisterd door criminele bendes. Het is ten alle tijde prioriteit van de regering om als gezag van het land de veiligheid overal te landen te kunnen garanderen, zodat ontwikkeling gestadig kan plaatsvinden. Bij een recente roofoverval hebben een Surinaamse en Braziliaanse staatsburger het leven gelaten. De regering heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zowel Brazilië als Frankrijk om gezamenlijk dit probleem aan te pakken. Tijdens een bezoek van de regeringsdelegatie aan Stoelmanseiland hebben gezagsdragers van dat gebied ook aangegeven dat zij de situatie beu zijn. Het bevoegd gezag zegt dat deze onveilige situatie continu in de gaten te hebben gehouden. Zij heeft de veiligheidsinstituten voorbereid om een gepast antwoord hierop te geven. Bij dit alles zullen de nationale en internationale regels strikt in acht genomen worden. Minister Ronnie Benschop van Defensie vraagt namens de regering aan de gemeenschap om nauwgezet de verwikkelingen te volgen en waar mogelijk alle ondersteuning te geven. Suriname en de Volksrepubliek China trekken hun bilaterale betrekkingen naar een hoger niveau. President Desiré Bouterse, die momenteel op staatsbezoek is in China, heeft diepgaande gesprekken gevoerd met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping en premier Li Keqiang. De twee partijen hebben diepgaande discussies gevoerd over bilaterale betrekkingen en andere kwesties van gemeenschappelijk belang. President Bouterse toonde zich zeer onder de indruk van de grote successen die China heeft geboekt in het ontwikkelingsproces. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat onder leiding van president Xi Jinping de gedachte over socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk gerealiseerd zal worden. Het Chinese staatshoofd sprak zijn waardering uit over de resultaten die Suriname heeft geboekt bij de nationale ontwikkeling en wenste het Zuid-Amerikaanse land meer vooruitgang in zijn economische en sociale ontwikkeling. De twee partijen waren het erover eens dat dit bezoek van president Bouterse van groot belang is voor het bevorderen van de langdurige, gestage en duurzame ontwikkeling van de betrekkingen tussen Suriname en China. De Surinaamse delegatie onder leiding van president Bouterse kreeg ook een rondleiding in de Huawei Exhibition Center. Daar kreeg men een indruk van de toekomst van virtual reality tot distance learning toepassingen. 3 dagen na de launch van 5G in Suriname kon vanuit China ook de eerste internationale 5G-call gemaakt worden. Binnen het Huawei Seeds of the Future program kunnen vanaf volgend jaar alvast 4 Surinamers in het Huawei Lab hun technologiekennis gaan upgraden. De regering is een pilotproject gestart waarbij er landmeters ingehuurd zullen worden om de afhandeling van uitmetingskaarten ter hand te nemen. Vanuit de samenleving waren er klachten over de trage afhandeling en hoge landmeterskosten. Directeur Liandra Woei van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer geeft verder uitleg over dit project. De regering heeft besloten landmeters in te huren, omdat we hebben gezien de afgelopen tijd dat wanneer er bereidverklaringen zijn uitgereikt in een district en bijvoorbeeld
10 mensen in een straat hebben een bereidverklaring gehad, dat die 10 elk hun eigen landmeter kiezen. Het gevolg is dat de landmeter in die straat één cliënt heeft waarvoor hij moet uitreden en onderzoek moet doen, met als gevolg dat de prijzen hoog zijn en die cliënt dus lang wacht. Een oplossing hiervoor is dat een landmeter in één blok meerdere cliënten krijgt, waardoor hij bijvoorbeeld een aantal dagen of weken uittrekt om in één hit al die cliënten hun kaarten af te handelen, met als gevolg dat de prijzen omlaag zullen gaan en dat het werk efficiënter wordt gedaan. Dus vandaar dat de regering heeft besloten om dit model toe te passen, waarbij de regering zegt van de kosten zijn te hoog, de afhandeling geschiet traag, we zijn bekend met de klachten vanuit de samenleving en de regering zegt dat ze dus de mensen, de burgers tegemoet willen komen door landmeters in te huren om de uitnodigingskaarten te vervaardigen voor die mensen die in aanmerking zijn gekomen voor een bereidverklaring. Dat er in verband met de laatste hoorzitting inzake het 8 december strafproces extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en scholen de deuren dicht moesten houden, is geen besluit van hogerhand. Zowel vanuit het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, als het kabinet van de president wordt aangegeven dat er sinds deze instituten nimmer een brief, CQ-opdracht of advies is uitgegaan aan het bestuur van de scholen in de Münchener Wulfingstraat om de schooldeuren op vrijdag 29 november gesloten te houden. In een brief die op social media circuleerde, stond onder meer dat via een inspecteur in opdracht van het kabinet was geadviseerd de scholen dicht te houden. Major Gwendoline Babel, onderdirecteur DNV, zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut dat er niets bijzonders aan de hand is waardoor men extra veiligheidsmaatregelen zou moeten treffen. De DNV-functionaris gaat ervan uit dat het schoolbestuur het besluit heeft genomen als voorzorgsmaatregel. Ze voegt eraan toe dat het DNV in principe de instantie is van waaruit een dergelijk advies kan worden gegeven. Aangezien ook het kabinet van de president geen schrijven heeft doen uitgaan, spreekt majoor Babel van een oneigenlijke berichtgeving, één die niet op waarheid berust. De uitbetaling van de algemene oudedagsvoorziening in het district Sipaliwini verloopt voorspoedig. Wij spraken met directeur Anushka Ramesar Gopal Rai van het Algemeen Oudedagvoorzieningsfonds AOV. Dus ten aanzien van het proces, het verloop is dat de mensen, onze senioren burgers, eigenlijk in de gebieden, onze groepen, zelf daar naartoe gaan, naar de dorpen, en op deze manier onze senioren burgers dan uitbetalen in een bepaald gebied. Dus het is een missie van 3 weken en binnen die 3 weken hebben we dan de gebieden aangedaan. Natuurlijk heb je een paar 1 tot 2 dagen een korte pauze van 2 dagen om dan bepaalde gebieden waar ze dan nog vertoeven op de terugweg nog een nabetalingsperiode in te lassen. De nabetalingsperiode houdt namelijk in dat de AOV'ers die de betaling gemist hebben vanwege omstandigheden, zijn alsnog hier in Paramaribo hun AOV-middelen mogen ontvangen. En dan is het wel op 11, 12 en 13 december ingepland om dan die gebieden in de nabetalingsperiode te plaatsen. Want het is ook zo, meestal zo dat een deel die waarschijnlijk daar niet aanwezig is, in de stad aanwezig is. En op basis van onze administratie weten we dan om hoeveel personen het gaat, welke personen het gaat. En wanneer de personen dan naar ons komen, wij dan op basis van onze administratie dan de uitbetaling afronden. We hebben in dit traject wel een periode van 8 maanden die we met TWK uitbetalen. Sinds het aantreden van minister Misikaba, het proces was al gaande, de uitbetaling vanwege logistieke zaken was april niet gehaald. Maar wel in juli hebben we dan onze missie voltooid, het eerste kwartaal en de 2 kwartalen. Aangezien we in augustus het eerste hebben afgerond, final.
hebben we dan de twee kwartalen samengenomen. Zoals u weet, Paramaribo Rand districten en ook delen van het district Marowijne en Brokopondo zijn op de Monikata. Dus dat wordt elke maand vanzelfsprekend overgemaakt op de Monikata. En natuurlijk ook degene die bankcliënten zijn, dan is dat ook giraal. Bij deze vraag ik dan wel echt wel aan de begeleiders van onze vaders en moeders en natuurlijk ook onze vaders en moeders die het zelf kunnen ophalen of ontvangen, wel begrip om echt de 20ste te finaliseren. Want u weet, we zijn dan zitten dicht bij de kerstdagen en de bank heeft ook haar regels. Dus uw oproep is dat de mensen de datum en de tijd goed opvolgen? Helemaal. En mogen ze het gemist hebben, dan zijn we er hier om dan die uitbetaling te doen. Ja, en natuurlijk de tijden moeten ze wel in de gaten houden, want we zijn ook afhankelijk van de banktijden, openingstijden, begrijpt u? Dus de nabetaling zal niet tot 3 uur elke dag zijn, want we moeten terug naar de bank op dagbasis. Dus ik vraag echt onze vaders en moeders om dan op tijd te komen voor de nabetaling indien de betaling gemist is. De SDG-werkgroep van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft de blinden en slechtzienden van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden, NSBS, geïnformeerd over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals, SDG. Deze sessie is gehouden in NSBS op donderdag 28 november 2019 en maakt deel uit van het project Technical Assistance to the Ministry of Regional Development. Ook al u als slechtziende moet er aandacht besteed worden. Vandaar dat we vandaag hier zijn om samen met u te praten over de SDG's, zodat u ook geïnformeerd kan worden. Maar beter nog, zodat u ons ook wat kunt vertellen over de SDG's, over de 17 ontwikkelingsdoelen. Hoe ervaart u dat? Wat vindt u daarvan? Zodat het ministerie vanuit die burgerparticipatiegedachte dit ook kan meenemen in haar beleidsvoering. En vanuit de gedachte ook en de verantwoordelijkheid van het ministerie van Regionale Ontwikkeling wanneer het gaat om decentralisatie en burgerparticipatie, heeft het ministerie in het jaar 2015 in samenwerking met de UNDP, welke ook een werkarm is van de VN, het project Localizing the SDGs geïnitieerd. En de bedoeling van dat project is dat de gehele Surinaamse samenleving, ongeacht wie je bent, ongeacht waar je woont, ongeacht hoe je eruit ziet, dat een ieder geïnformeerd wordt over deze 17 doelen, zodat ieder dan ook kan begrijpen welke doelen er gesteld zijn door de wereld om in 2030 te realiseren. Maar ook verneemt het ministerie graag dan van iedereen, al deze doelgroepen, hoe zij zouden kunnen bijdragen aan de realisatie van deze 17 doelen. We zijn al 3-4 jaar bezig met die bewustwording. En in feite gaan we door tot het jaar 2030. Natuurlijk, als we die ondersteuning blijven krijgen, zullen we doorgaan. En wat we ook doen, behalve dat we de mensen informatie geven op een voor hun begrijpelijke manier, doen we ook aan demonstratieprojecten. Bij Stichting WIOSO bijvoorbeeld hebben wij dan in samenwerking met de UNDP ervoor gezorgd dat hun plantenkas opgeknapt en opgegraded is, zodat zij dan verder kunnen planten en hun plantjes kunnen afzetten om zodoende aan inkomsten te komen. We denken dat wanneer wij dus hier staan vandaag
om eigenlijk de samenleving te informeren over de betrokkenheid eigenlijk, hoe belangrijk het is om deze doelgroep te betrekken in beleidsformulering, maar hoe belangrijk het is om hun ook te informeren over wat er gaande is in de wereld, dan zijn we bezig om alvast de eerste stappen te zetten in realisatie dus van doelstelling wegwerken van armoede. Want we weten zeker dat ook uit die sessies die nu gaande zijn, dat er informatie verzameld zal worden, inzichten vergaard zal worden, die wij verder ook zullen delen met de ministeries die betrekking hebben op eigenlijk bestrijding van armoede. In feite is armoedebestrijding heeft verschillende dimensies. En het is dus niet iets van één ministerie alleen of twee ministeries, maar het is iets van de totale samenleving. En dat was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer.